De Bavingschool ligt aan de rand van het centrum, verstopt achter een huisrij. Het gebouw bestaat uit 3 verdiepingen waar steeds 4 groepen te vinden zijn rondom een leerplein. Ook is er een speellokaal aanwezig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur. Elk jaar staat er een andere leerlijn centraal, zoals dans, drama en theater. Er is een kort lijntje met Schouwburg het Kunstmin. Voor en na schooltijd is er ruimte om te ontspannen, te spelen en te genieten met elkaar. Als je binnenkomt bij de kleuters, check je eerst in. Hoe gaat het met je? Zo weet iedereen hoe je je vandaag voelt. De kleuters spelen in de hoeken en op het leerplein. Alles vanuit een thema met betekenisvolle opdrachten. En de kinderen kunnen ook op maat bediend worden. De doelen van rekenen, taal, lezen en spelling worden spelenderwijs en bewegend aangeboden in circuitvorm. Ook is er nog een aanbod van spelen in hoeken. De overgang is daardoor niet zo groot van groep 2 naar groep 3. Duurzaamheid en buitenspelend leren is belangrijk. De natuurlijke materialen nodigen uit tot het ontdekken en ervaren van verschillende spelvormen. Er kan meer buiten les worden gegeven en er is een moestuin. Er wordt gebruik gemaakt van groene energie. Op het dak staan 100 zonnepanelen die onze stroom leveren. Voor kinderen die een voorsprong in hun ontwikkeling hebben, worden er hogere denkorders aangeboden in een projectmatige vorm. Dit kan plaatsvinden in de klas, maar ook in kleine groepjes. Executieve functies zijn belangrijk om mee om te leren gaan. Wereldoriëntatie vanuit de Da Vinci-methode. Er is één thema waaraan alles wordt opgehangen. Door middel van een onderzoeksvraag en via creatief denkvermogen komen ze tot een antwoord en presentatie in een themawerkstuk.